Jammer vindt dat mensen, ja, of ouders dat niet promoten, dat meisjes de techniek ingaan. En niet alleen van meisjes, maar van jongens ook. Dat ja, een lassers of constructiebankwerkers, dat zijn toch wel beroepen dat je, ja, dat heel belangrijk is. Niemand kan zonder een loodgieter of een elektricien. Dus en daar kan je tegenwoordig ook heel lekker geld mee verdienen, toch? Als ja, jij een goede elektricien of loodgieter bent. Ja, dat is dan wel heel jammer dat mensen daar geen aandacht aan besteden. Maar dan denk ik dat we moeten afstappen in Nederland met mensen hoog opgeleid of laag opgeleid noemen. Want wat je krijgt, ik heb zelf op VMBO gezeten, maar ook op het MBO. Wat je ziet is, worden laag opgeleid genoemd. Laten we daarvan afstappen. Dat kan niet. Je kan iemand niet laag of hoog. En wat je dan ziet is dat mensen kiezen dan niet daarvoor, want ze denken, ik moet niet laag opgeleid zijn, maar het is niet laag opgeleid. Precies. Maar dit is dan een semantische discussie waar het wel goed is dat we ons taalgebruik hebben aangepast. Sterker nog, ik was onder andere MBO-woordvoerder in de Tweede Kamer. En ik merkte toen zelf ook dat ik een blinde vlek had voor het beroepsonderwijs. Ik heb toen heel veel research gedaan en ik kwam erachter, dat is echt waar, er is geen enkel land in de hele wereld waar het beroepsonderwijs laag wordt genoemd. Ja. Dat doen wij alleen in Nederland. Ja. En ook jullie verhalen horende, er is ook een heel groot probleem met die maatschappelijke waardering van vakmensen. En ook van, kunnen we de eigen talenten van jongeren stimuleren? Als iemand heel erg gemotiveerd is om timmerman of timmervrouw te worden, is dat net zoveel waard als iemand die filosoof wil worden. En niet a priori mensen ergens in duur waar ze helemaal niet in passen. Dan spreken we dat bij deze af. Praktisch opgeleid is het gewoon. Ja, nou, ik heb ook een eigen school en dat is ontstaan omdat ik vind dat wij in Nederland talenten moeten opleiden. Je hebt een eigen school ook. Ik heb ook nog een eigen school. Ja, klopt. Maar we hadden het ook over drive en mijn drive daarvan komt omdat ik heb uiteindelijk ontdekt wat mijn talent is. En dat is mijn succes geweest. Maar vandaag de dag zie ik dat wij niet talenten opleiden, maar mensen die een diploma moeten hebben. Ik heb zelf lesgegeven op HBO. Weet je hoeveel mensen naar een HBO gaan omdat ze denken, ik heb een HBO-papiertje. Maar ik noem het ook een papiertje, want je hebt er helemaal niks aan als je niet weet wat je talent is. Christel, aan het begin zeiden we, 1 op de 3 vrouwen is financieel afhankelijk. Ja. En voor die andere, en het is echt, die drempel ligt heel laag, hè? Dan heb je echt helemaal niks te maken. Als je dat soort cijfers hoort, wat denk je dan, 2022? Ja, wel erg, want je wilt toch dat vrouwen ook meer haar eigen brood kunnen verdienen. En ja, mensen gaan heel vaak scheiden en dan sta je daar toch met je 2 kinderen. En ja, ik vind dat wel heel jammer. En ik ben zelf opgegroeid in België en daar is dat toch anders. Ja? Vrouwen die een goede baan hebben, ook meer vrouwen in de techniek. En ja, dan is dat toch wel heel... Ja, ik heb een moeder die echt zei altijd, zorg dat je je eigen brood goed kan verdienen. Dus dat zit er echt heel diep in. Mm-hmm. Dat, ja, zeker. En Zeynep, als jij dat hoort, weet je, dat je denkt van ja, al die vrouwen die dan blijkbaar dus in een situatie zijn dat ze niet voor zichzelf kunnen. Nou, ik ben er dieper op in gaan duiken en toen zag ik dat het CBS dus 2 verschillende definities hanteert. Economisch zelfstandigheid en financieel onafhankelijkheid. Mm-hmm. En als je kijkt naar financieel onafhankelijkheid, is er maar de helft van de vrouwen in Nederland zijn financieel onafhankelijk. En daar staan ze onder dat ze een minimumloon of plus verdienen. Ja, precies, het ligt heel laag. En met 1650 of plus. En ik vind dat schrikbarend en ik vond echt een deceptie. Ik dacht van, hoe kan dit? Maar ik vind ook dat iedere vrouw in Nederland een bewaker moet zijn van zijn eigen financieel onafhankelijkheid. En ik denk dat we onze kinderen al vanaf jongs af aan moeten leren van wat het betekent om financieel onafhankelijk te zijn. Jij zei van tevoren tegen ons, het gaat zover dat die prins op het witte paard, die trouwens volgens mij toch niet bestaat, laat maar zitten. Nee. Ja, ik doe het zelf wel. Ja, absoluut. Ik heb geen prins op witte paard. Ik geloof daar ook niet in. Ik zie ook heel veel in mijn omgeving dat ze uiteindelijk gaan scheiden en dat vrouwen hun rechten en plichten niet weten. En uiteindelijk komen ze in een klein appartement terecht en doodongelukkig. En ik geloof erin dat we gelukkige mensen moeten hebben op deze wereld. En dat betekent ook financieel onafhankelijk kunnen zijn. Ja. Maar jullie zijn wel aparte types, hè? Want volgens mij, jij werkt ook 120 uur per week en dan daarna, wat las ik nou? En dan nog even zomers even naar Italiaanse kookcursus in Italië natuurlijk, want er moet wel de beste lasagne gemaakt worden die je kunt bedenken. Waar haal je die tijd vandaan, joh? Ja, wij sluiten altijd wel in de zomer met bouwvak, dus dat is wel een luxe. Dus 3 weken, hè? Ja. Maar ja, de rest van het jaar... Ja, ik zeg altijd, er zitten meer uren in een dag. Dus ja, als je gewoon goed zorgt dat je gezond leeft... En dan heb je ook wel meer energie. En dat ook wel belangrijk is. Genoeg sporten en ook een beetje op je gezondheid letten. Ik wou zeggen, minister Schreinemacher, dit zijn 2 voorbeelden van hoe het moet. Hoe krijgen we meer van dit soort topvrouwelijke ondernemers in Nederland aan de bak?
Nou ja, onder andere door dit soort topvrouwen. Door te laten zien hoe het kan en hoe het wel kan. En ik ben ook heel blij dat jullie hier zitten om het hierover te hebben. We moeten inderdaad meer vrouwen technische studies en voor het vakonderwijs proberen te enthousiasmeren. Daar zijn we natuurlijk als kabinet mee bezig. Maar ik herken heel erg wat hier wordt gezegd. Mijn moeder heeft ook altijd fulltime gewerkt en gezegd, je moet gewoon echt helemaal financieel onafhankelijk zijn, want van een kerel moet je het eigenlijk gewoon niet van hebben. Van een kerel moet je het niet, het zit op de bank en het zept. Hè? Was ooit een boek volgens mij van Yvonne Keulen. Ja, ik denk dat ik het gezegd had. In ieder geval, dank je wel voor jullie verhaal. Jij hebt deze twee boeken geschreven, die mensen ook kunnen lezen. Mag ik meneer Kristel even spreken? En Nu of Nooit, 7 regels waarmee je alles kunt bereiken wat je wilt. En Zeynep dag is binnenkort te zien in de tv-serie Nederlandse Powervrouw. Sharon Dijksma zit erin. Burgemeester Lale Gül te zien op Viaplay. Het Lied van Europa, het nieuwe boek van Leon de Winter, waarin de lezer wordt meegenomen naar 2040.